Het programma af te lopen vandaag. Om 1 uur zouden we starten voor het jubileumtoernooi. Dat is onderverdeeld in het snelschaakgebeuren hier en drie ronden toernooi achterin. Albert die zal zo dadelijk nog een toelichting geven op de spelregels. Albert Prins is de wedstrijdleider voor vandaag. Verder hebben jullie allemaal wat muntjes gekregen. Blauw, dat is koffie, thee en fris. Rood is voor het bier en wijn. Mocht je nog muntjes. Dat is andersom hoor ik van Willem. Mocht je nog muntjes over hebben, lever ze bij ons straks weer in. Want anders dan, dat scheelt ons weer kosten. De bordindeling. Straks gaan we hier beginnen met bord 1. En dat loopt zo verder. Uiteraard mag je niet gerookt worden. Dat kan buiten uitgebreid. Verder zien jullie allemaal nog oude schaakboekjes liggen. Die kunnen tegen een gereduceerde prijs aangeschaft worden. En dat kan betaald worden bij Laurens Ellers. Die zit daar, dat is de penningmeester. Verder wilde ik heel snel gaan beginnen. En ik wil dus dadelijk vragen, Albert, wie heb jij als eerste staan voor het snelschaken hier, bovenaan? Wat bedoel je? Nou, die voor de indeling. Die er bovenaan staat? Ja. Nog helemaal niemand. Oké. Nou, als je dat zou willen doen, dan kunnen we hier zo dadelijk door de burgemeester. We voelen ons zeer vereerd dat burgemeester Kremers hier aanwezig is om de openingsset te gaan doen. Dus Albert die kan zo dadelijk 2 mensen hier poneren en die hebben de mazzel dat de openingsset door hun verricht zal worden door de burgemeester. Ik wil de burgemeester vragen nog een kort woordje te doen en dan kunnen we zo dadelijk gaan beginnen. Alvast bedankt. Ja, ik ben altijd gewend bij dit soort gelegenheden om te beginnen met dames en heren. Maar ik heb eigenlijk nog geen dame gezien vandaag. Eén achter de bar, dame en heren dan. Maar misschien zegt dat ook wel iets over zowel de denkkracht in de samenleving. Kijk, je moet altijd openstaan voor meerdere interpretaties van hetgeen gezegd wordt. En dat geldt ook voor het schaakspel, zeker. Want het is natuurlijk ook een uitdaging, lijkt mij, voor een jubilerende vereniging om nieuwe grond te ontwikkelen de komende jaren. Want blijkbaar, er zijn hier een groot aantal leden van een 75-jarige schaakvereniging bijeen. Gefeliciteerd daarmee overigens namens het gemeentebestuur. Van harte gefeliciteerd. Ik heb ook in het voorwoord voor uw jubileumboekje wat gedachten gewijd aan het belang van het schaken in Waddinxveen. Natuurlijk is het volstrekt helder dat schaken met denkkracht, met analytisch vermogen te maken heeft. En dat de Waddinxveense schaakvereniging een zulk groot aantal leden en zulke rijke tradities heeft, betekent dat blijkbaar de Waddinxveense samenleving de analytische denkkracht heel groot is. Maar ik weet zeker dat het ook voor de dames in de Waddinxveense samenleving geldt. En misschien kan de sfeer in de vereniging nog iets gezelliger worden de komende tientallen jaren. Als er wat actiever ook naar het lidmaatschap van vrouwen van uw vereniging gestreefd zou kunnen worden. Dat advies krijgen ze van mij gratis uiteraard. Ik vind het een hele eer om dit toernooi te mogen openen. Ik heb natuurlijk ook lang moeten nadenken over de vraag met welke openingsset ik zou komen. Of ik daarin degene wiens bord ik dan de opening, op wiens bord ik de opening verricht, dan voor een verrassing zou kunnen plaatsen. Met een of andere moeilijke variant. Ik heb uiteindelijk, omdat je toch als burgemeester moet je altijd een soort laag profiel houden bij dit soort gelegenheden, maar besloten om voor de veilige weg te kiezen. Het zal E2, E4 worden. Maar ik weet zeker dat degene die dan die partij zal gaan vervolgen, daar een waardig vervolg aan zal geven. Ik wens u allemaal vanmiddag een hele prettige schaakmiddag toe. Ik ben er zeker van dat de beste zal gaan winnen vandaag. En ik wens uw vereniging heel veel succes toe, een hele goede toekomst. Natuurlijk in samenwerking en ook competitie met de verenigingen hier in de omgeving. Want ik denk dat een samenleving als Waddinxveen een bloeiende schaakvereniging heeft, maar ook verdient. En ook zal kunnen gebruiken in de toekomst. En mijn dank voor het werk wat op dat gebied
de hoeveelheid vrijwilligers de afgelopen tientallen jaren in Waddinxveen gebeurd is. Dus dat gezegd hebbende wilde ik me nu overgaan tot de officiële opening van het schaaktoernooi. Dat doen we op dit bord, begrijp ik toch? Ja, voor de foto kun je best even gaan zitten hier. Ja. Ik kan altijd als onderschrift bijkomen met de latere winnaar van het toernooi.